Een hele goede morgen. Ik ben bepakt en bezakt. Nou ja, bepakt en bezakt niet echt. Ik heb gewoon een rugtas omgedaan die leeg is. Want ik moet namelijk even een cadeautje halen. Want een vriendin van mij is jarig en ik ga straks uit eten. Dus ik moet namens de groep even een lekker luchtje voor halen. Dus ik ga eventjes naar de winkels. En ik ga ook eventjes een broodje halen, want ik heb trek. Oeh, misschien wel een smoothie. Hmm. Ik ben trouwens alvast even in mijn sportoutfit. Tenminste, sportbroek. Dit is eigenlijk een sportoutfit, maar sportbroek. Dus ik hoef eigenlijk alleen nog maar een t-shirtje aan te trekken. En dan kan ik zo wel weer gaan sporten. Want ik doe straks nog even een lesje kickboksen. Altijd lekker om het weekend mee te beginnen. En ja, maar dat is later op de dag. Voor de mensen die vaak mijn vlogs kijken, denk ik van wow, ga nou alweer kickboksen. Ja, want ik ben dus bezig met afvallen. En ik probeer dus zoveel mogelijk, wel met een achtneming van rust van je lichaam en zo, zoveel mogelijk te kickboksen. Omdat het gewoon een heleboel calorieën, je verbrandt gewoon een heleboel calorieën ermee. En dat werkt heel goed. En daarnaast is het ook een deeltje krachttraining. Dus ik ben en calorieën aan het verbranden en spieren aan het opbouwen. Dus eigenlijk is dit ideaal voor mij. Oh, oké. Nou, het is helemaal nog niet zo laat, maar alle broodjes zijn dus blijkbaar op bij de bakker. Wat verdorie. Nou, dat is ook wat. Anyway, ik ga dus maar even naar Appie om wat te halen. Want ik moet toch wat eten. Ik heb even wat te eten gehaald bij Appie. En ik ga nu eventjes, kijk, Douglas in. Douglas om te kijken naar een lekker luchtje. Ik weet wel welke ze wil hebben, dus ik ga even kijken of ze die ook hebben hier. Ik ben net weer terug. Ik heb een lekker cadeautje gekocht. Niet lekker. Nou ja, het ruikt lekker. Dus eigenlijk wel een lekker cadeautje. Het is Dior. Ik heb hem nou niet kunnen laten zien, want hij was heel snel al ingepakt. Ja, maar hij is wel lekker. Ik heb hem even geroken. Top. Ik ben eventjes in de auto gesprongen, want ik heb namelijk een podcast. Met twee vriendinnetjes hebben we een podcast. En die heet Theekransje. Dus als je op Spotify bijvoorbeeld Theekransje podcast zoekt, dan vind je ons wel. We hebben één seizoen gemaakt. En we zijn eigenlijk van plan om seizoen 2 te beginnen. Maar daarvoor moet ik een aantal dingen nog halen. Ik heb namelijk een recorder nodig. We hebben een microfoons en dat soort dingen hebben we allemaal al. Maar dus ik ga eventjes naar een winkel waar ik dat kan halen. Even kijken wat ze hebben. Bakjes music. Even kijken wat ze allemaal hebben. Nou, ze hebben echt een hele hoop spullen hier. Echt een leuke winkel. De recorder die ik nodig heb, die hebben ze hier niet. Of misschien wel, maar hij is een beetje aan de prijs. Dus ik ga nog eventjes kijken of we dat als groep of over hebben, om het maar zo te zeggen. En ik ga nog eventjes browsen online. Misschien op Marktplaats zelfs. Maar ja, je wil natuurlijk wel gewoon een soort van goed geluid hebben. Dus dat vind ik wel belangrijk. Dus ik denk dat... Eentje heb ik daar gezien en die stond ook bij Popular. En die jongen die zei ook van ja, alle famous DJ's die gebruiken die ook om een set op te nemen en zo. Dus, nou ja, hè? Maar goed, we gaan het zien. Ik ga het even overleggen met de meiden. Theekransje de podcast. Ik heb snel even een ander topje aangedaan. Ik heb nog wel dezelfde broek aan. En een sportshirtje. Dit vind ik zo'n leuke kleur. Ik weet niet of ik het goed kan zien. Omdat nu het... Nou, wat is het stom? Ik kan helemaal niet goed zien. Maar het is dus een heel felle kleur roze. En rosé. Heel leuk. Nou ja, die ga ik straks met sport even aan doen. Niet dat het wat uitmaakt, want het wordt helemaal nat. Omdat ik zo sweaty ben. Ja, dus ik ga eventjes knallen. Bij Cops Gym. Let's go. Zo, net gedaan met trainen. Het was echt een super goede training. Ik ben helemaal kapot. Kijk, mijn hele shirt is ook helemaal nat. Ik probeer nu, of tenminste, ik probeer niet. Ik ben nu aan het stretchen. Ik begin met linkerbeen. Ik ga alle twee de benen doen. En ja, in een poging om lenig te worden. En nou ja, fit worden, dat zit wel goed in. Want ik heb gewoon de hele les gewoon goed volgehouden. Ik heb met een meisje getraind, Chrisanne. Ze is super goed. En ook super aardig, dus ze hebben me ook wel geholpen en gemotiveerd. Zo. Dus dat is ook heel leuk. Nou jongens, ik ben echt een paar dagen verder. En moet je kijken, volgens mij, ik kan al een stuk verder dan eerst. Zie? Dus ik ga gewoon maar door, want dit werkt. Zo, ik kom net thuis. Ik ga eventjes douchen en dan ga ik me omkleden. Want ik ga straks naar de verjaardag van een vriendinnetje. En dan ga ik het cadeautje geven natuurlijk, die ik vanmiddag had gekocht. Let's do it!
Het is weer zover. Ik ben weer een beetje aan de late kant. Maar ik ben nu in de auto. Ik heb eventjes de navigatie ingesteld. En ik ga nu op weg naar Vinkeveen. Want ik ga daar met een paar vriendinnetjes een sapje eten. Ja, alsjeblieft. Ja, tot zo. Wat lekkere dingen. Wauw. Joe. Lekker eten. Wat hebben jullie allemaal? Woehoe. Mozzarella. Ik heb een mozzarella burrata. We hebben net de eerste starters gehad. Ik zit al helemaal vol eigenlijk, maar het hoofdgerecht moet ik nog gaan bestellen. Ik denk dat ik een pizza ga nemen, ik weet nog niet zeker, maar er staat zoveel lekkers op de kaart. We zitten dus nu bij Boathouse in Vinkeveen. Echt super leuk en er liggen ook een hele hoop boten hierachter. Dus je kan ook een dagje gaan varen. Gefeliciteerd! Daar de knootjes. Ja. Oh, wat zou het zijn? Ja, zeker. Oh my god. Mon heeft het. Wat zou het zijn? Wat lief man. Nou, ik kom net thuis. Jullie horen dat het regent echt als een malle. Het was heel gezellig. Het is meestal een uurtje of drie, dus we hebben het best wel laat gemaakt. We hebben nog een toetje gegeten en zo. En nog even een drankje gedaan. Toen zijn we nog naar een vriendinnetje van mij gegaan. En we hebben thuis nog eventjes gekletst en zo. En toen ben ik naar huis gereden. Dus ik ben nu thuis. Ik ga lekker naar bed. Ik ben moe. Slaap lekker. Goedemorgen! Nou, ik had gisteren even gehad met de meiden over de recorder die we nodig hebben voor de podcast, steekkransje. Ze zijn het ermee eens, de recorder en de prijs. En er moet ook nog een SD-kaartje gehaald worden. Dus ik sta nu voor de shop. Ik ga hem kopen. Ja. Ik heb hem gekocht. Jee, ik zit hier in het zakje. Het was echt super druk, dus ik moest echt best wel lang wachten voordat ik helemaal aan de beurt was. Maar ze nemen dan ook wel de tijd voor ofzo, dus dat is wel relaxed. Alleen toen vroeg ik ook nog om een SD-kaartje voor erin. En toen had ik eentje van 128 gigabyte genomen. Maar dan stond er dan op, en wat had ik dan laatst nog gekeken, stond er dus op die doos van de recorder van ja, up to 32 gigabyte. Dus hij ondersteunt die 128 helemaal niet. Maar dan denk ik van ja, dan moet je wel eventjes kijken als verkoper, vind ik hoor. Als je dan eentje aanraadt. Maar anyway. Gelukkig had ik zelf al gekeken. Ik ga weer lekker naar huis. Doei. Zondag is ook echt zo'n goede dag om dingen schoon te maken. Zo. Ik heb net al een beetje het kastje helemaal uitgestofzuigd. Maar dan, je moet het toch met een natte doek even doen. Dat helpt altijd. Ik vind deze lamp ook echt heel leuk. Dit is zo'n zoutlamp. Ik moet wel even opzij. Hij is ook zwaar trouwens. Dus ja, ik ga eventjes het stof doen opwaaien. Nou, heerlijk. Ik vind ook altijd van, dan ruikt het altijd ook weer zo lekker. In de hele kamer. Nou, kijk, lekker schoon weer. Heerlijk. Kijk, goed bezig. Ja, ja. Overal even stofzuigen. Alle hoekjes moeten worden gedaan. Geen stukjes overgeslagen. Toppie. Nou, eventjes kijk, alles weer lekker netjes. Nog wel eventjes de plantjes water gaan geven. Bam. Dat is één. Ik doe dat altijd elke zaterdag, de plantjes water geven. Ik weet niet hoe vaak jullie dat in de week doen, maar ik doe het elke zaterdag. Volgens mij hangt het ook af van wat voor soort plant je hebt en zo. Maar ik heb op zich niet zulke mega groene vingers. Maar ik vind deze plant dus wel heel mooi. Maar ik denk dat ik hem wat meer aandacht moet geven. Want hij is een beetje slap aan het worden. Ja. Tips? Kijk, ik dacht ik laat de plant even zien. Hij staat dus nu in de slaapkamer. En hij is best wel groot. Misschien moet ik hem in de huiskamer zetten. Dat hij wat meer licht krijgt. Dat hij wat meer kan ontplooien, zoiets. En dan kan ik deze bijvoorbeeld in de slaapkamer zetten. Die is ook mooi. Zo. Maar goed, die grote is wel echt super zwaar om te verkassen, vertillen, hoe noem je dat? Dus ik moet even kijken hoe ik dat dan ga doen.
Oh ja, aan alle haken hangen inmiddels windsels te drogen. Omdat ik nu dus elke dag een soort van kickbox, nou niet soort van, omdat ik elke dag kickbox behalve een paar dagen om uit te rusten, heb ik best wel veel van die windsels nodig en anders blijf je wassen. Dus ik heb er een aantal bij besteld. Ik heb de plantenplicht weer eventjes, aan mijn plantenplicht heb ik even voldaan. Is dat zo goed? Even kijken hoor, mijn nieuwe aanwinst. Altijd leuk om te kijken toch, als je iets nieuws hebt gekocht. Ik ga hem even laten zien. Het is dus de Zoom H4n Pro. Het schijnt dus een hele goede recorder te zijn. Oké, ik dacht leuk, ga ik hem gewoon even unboxen live. Even kijken hoor. De 3 jaar garantie zeiden ze. En 30 dagen niet goed geld terug garantie. Volgens mij is deze al best wel vaak uit de verpakking gehaald en weer terug. Gezien, zeg maar, dit stukje. Kijk. Dit is hem. Oeh, gadget. Hallo, over. Ramona, over. Ramona, over. Oud. Ik zit even te inspecteren, want er zijn allemaal kleine soort van stipjes op. Ik weet niet of je dat kunt zien. Kleine stipjes. Maar volgens mij hoort dat gewoon. Er moeten wel batterijen in. Kijk, hier zijn 2 inputs ook. Dat is helemaal goed. Voor de 2 mixers die we hebben. Ik laat nog wel eens een keer de hele setup zien. Maar tot nu toe ziet dit er goed uit. Top, ik ben er blij mee. Ik werd even gebeld. Ondertussen heb ik eventjes deze in elkaar geflanst. Dus dat is wel oké. Lekker efficiënt, effectief. Die SD-kaart hier van 32 gig. Dat is ook goed. Ik weet niet waar het dan in moet, maar dat kan ik wel uitzien te vinden. Top. Nou, ik zou zeggen bij deze beëindig ik de vlog. Leuk dat jullie keken. Tot de volgende keer. Ik ga eventjes binge-watchen. Netflix binge-watchen. Chill. Doei, tot de volgende keer. Doei.